Welkom in de transitie Akasha Chronieken. Soms lopen we tegen dingen aan waar we niet goed weten wat de onderliggende reden is. Of misschien wel je inzichten rond een bepaalde les of een cyclus die je aan het doorlopen bent. Alles wat jouw ziel heeft afgesproken, alles wat jouw ziel wilt leren en al wat jouw ziel al heeft meegemaakt, is opgenomen in die Akasha Chronieken. En daarin geeft elke ziel ook zijn eigen levensboek. Door met je lichtlichaam naar Akasha Chronieken te reizen, kan je dit boek raadplegen. Deze transitie helpt je om contact te maken met de universele bibliotheek die gekend is als de Akasha Chronieken. De manier waarop je informatie uit deze bibliotheek kan halen is via telepathische holografie. En dit betekent dat verleden, heden en toekomstmogelijkheden tegelijkertijd aanwezig zijn. Hierdoor kan het ook zijn dat je denkt dat je geen boodschap hebt ontvangen. Echter zal er in de komende dagen, nadat je deze transitie hebt gedaan, ook veel meer duidelijker worden. Je ziel ontvangt immers altijd wat het nodig heeft. En dit zal gaandeweg vertaald worden in begrijpbare woorden en beelden, naarmate dat je er enerzijds klaar voor bent en afhankelijk van of dat je er open voor bent. Bovendien moet niet alles met het logisch verstand begrepen worden, maar vooral gevoeld worden. De Akasha Chronieken zijn eigenlijk een kluwen van allerlei energieën. En dat daarom is belangrijk om de juiste vraag te stellen vooraleer contact te maken met deze energieën. Want anders zal je niet alleen verwaard worden door veel geteld informatie, je zal wellicht het gevoel hebben dat je vraag niet beantwoord is. Net daarom is deze transitie dan ook enkel en alleen gericht op het raadplegen van jouw eigen levensboek. Net zoals het werken met kristallen of engelen. Het is belangrijk dat je energie kiest die het meeste aanwezig is voor jouw groei nu en voor waar je meer inzichten over wenst te ontvangen. Want er zijn bijvoorbeeld ook boeken over de geschiedenissen van verschillende planeten, bijvoorbeeld de Arcturische geschiedenis of de geschiedenis van de Pleiaden of de geschiedenis van de aarde. Vooraleer we de transitie starten, is het belangrijk mee te geven dat de ervaring en de indrukken die je ontvangt van de Akasha Chronieken voor iedereen verschillen. Dit heeft te maken met de mate van perceptie, van jouw perceptie en van jouw bewustzijn. En dat is dan ook de reden waarom we in deze transitie de Akasha Chronieken zullen betreden in de vorm van een kristallen tempel. De Akasha Chronieken zijn energie en kunnen zich dus vormgeven zoals de ontvanger het wenst. Voor de transitie die wij gaan doen, is de kristallentempel de meest aangewezen vorm, gezien we op deze manier ook onmiddellijk healing zullen ontvangen vanuit de Akasha Chronieken. Mocht je dat wensen, kan je tijdens de transitie een kristal vasthouden. Dit is geen vereiste, maar kan voor jou aangenaam voelen. Mocht je dat wensen, houd het kristal dan vast tussen je duim en je wijsvinger en laat ze rusten op je dijen. Heb je twee dezelfde kristallen, dan kan je in elke hand één kristal vasthouden. Werk je met één steen, dan kan je bijvoorbeeld één steen vasthouden in de hand waarin je schrijft en de andere hand over je dominante hand leggen. Dus je houdt de steen vast in de hand waarin je schrijft, want dat is ook de hand waarmee je energie stuurt. Wanneer je klaar voor bent om deze overdracht te ontvangen, kan je gaan liggen of zitten op een comfortabele, rustige plek. En sluit je ogen wanneer je klaar voor bent en adem dan recht in je buik. Bij elke ademhaling laat je stress en spanning los. En adem je ontspanning en rust in. Laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los en zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en in die rust. Door je armen en je benen stroomt en laat alles wat je niet meer nodig hebt wegstromen via je benen naar de aarde.
Adem in en laat je buik boller worden. En adem uit via je mond. En doe dit zodat je in 4 tellen inademt. Hou dan even je adem vast gedurende 3 tellen. En blaas vervolgens zachtjes hoorbaar in 4 tellen weer uit. Ik vraag assistentie van je hogere zelf en de lichtwezens van de eenheid om jou bij te staan bij deze transitie. Geef toestemming zodat ze jouw energieveld kunnen betreden. Aartsengel Metatron is aanwezig als aartsengel die het dichtst bij de bron staat en verbonden is met het Christusbewustzijn, het hogere eenheidsbewustzijn. Visualiseer hoe aartsengel Metatron je grondingscode optimaliseert en aanpast aan je huidige energie. Op dit ogenblik zijn er 5 grondingscoden actief. 2 grondingscoden vertrekken vanuit je voetchakras naar de kristallenkern van de aarde. Een grondingscode die vertrekt vanuit je basischakra, dat is de hoogte van je stuit. Een grondingscode die hartchakra verbindt met de kern van de aarde. En een 5e grondingscode die je pijnappelklier in het midden van je hoofd eveneens verbindt via een grondingscode met de aarde. Aartsengel Metatron brengt die chakras op 1 lijn en optimaliseert waar mogelijk. De chakras die te veel openstaan worden kleiner. De chakras die gesloten zijn of te weinig voeding krijgen worden geopend. En ik vraag Aartsengel Metatron om niet alleen de 7 hoofdchakras te transformeren naar optimaal, maar ook de 5 nieuwe hogere chakras worden geactiveerd en getransformeerd. Inura, 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 Zayin. Dat wil zeggen, ik stel me open voor het engelenrijk en zo is het. Terwijl je dit doet, voel je dat de omgeving rond jou verandert. Laat het gebeuren. Blijf rustig ademhalen. Inademen via je neus, uitademen via je mond. De omgeving rondom jou verandert in een kristallen tempel. Deze tempel belichaamt alle informatie verzameld in de Akasha Chronicle. Deze tempel is voor iedereen toegankelijk met een open hart en open mind. Denk aan de vraag waarover je meer informatie wenst te ontvangen. Adem vervolgens in en voel hoe jouw energie naar binnen getrokken wordt binnen in de kristallen tempel. Adem terug uit. Rustig doorademen. En aan de binnenkant van de kristallen tempel zie je hoeveel boeken tot in het oneindige verzameld zijn. Er zijn verschillende verdiepingen. Verschillende dimensies. Je ziet de verschillende elementalen terug. Aarde, water, vuur, lucht. Je ziet verschillende wezens om je heen. En denk nogmaals aan de vraag die je had vooraleer dat je de tempel binnenkwam. Een vraag vervolgens dat er een gids uit de eenheid aan jou verschijnt, die jou de weg doorheen de kristallen tempel van oneindige wijsheid kan leiden. Observeer de gids die aan jou verschijnt. Hoe zie je eruit? Welk gevoel kreeg je? Wat valt je op? Vraag dan, ben je van het hoogste licht? Ben je van het hoogste licht? Ben je van het hoogste licht? Als de gids blijft, dan mag je de leiding vertrouwen en kan je verder naar
het inkijken van je levensboek. Vraag jouw gids om jou te tonen waar jouw levensboek bewaard wordt. Welke verdieping, welke dimensie, welke elementale. En je zal zien dat je gids je de weg wijst. Hierdoor verschijnt een gouden straal. Volg de gouden straal tot aan de juiste verdieping, de juiste kast of lade, de legplank, waar de plaats ook is waar jouw leesboek bewaard wordt. Eenmaal op de juiste plaats aangekomen, zal de gouden straal jou tonen welk boek voor jou bedoeld is. Waar, op welke pagina, welke bladzijde het antwoord op je vraag te vinden is. Volg de leiding van de gouden straal. Luister naar de boodschap. Laat de beelden, kleuren, vormen, woorden, gevoelens die je krijgt. Ik geef je even de tijd om rond te kijken, te voelen en te luisteren. Als je de boodschap geabsorbeerd hebt, geef je het boek terug aan je gids. Zij leggen het boek terug waar het hoort. Je bedankt je gids en het levensboek voor de inzichten die het jou gebracht heeft. De gouden straal gaf je ondertussen ook de nodige healing. Om deze transitie af te sluiten, roep ik de vlam van voltooiing aan. Geef toestemming aan deze vlam om alle cyclussen waar je de lessen van geleerd hebt volledig af te sluiten en te verwijderen uit je leven en hiermee uit de Akasha komen. Vraag om vanaf nu enkel nog lessen te leren vanuit een hogere energie, vanuit liefde. En vertrouw dat dit ook gebeurt. Wees je bewust van de eenheid in jezelf en in je hart.
Zie je leven vanuit de ogen in je hart. Spreek vanuit je hart en leef vanuit je hart. Alle lichtwezens en stralen verlaten je energieveld. En je grondingspoorden worden opnieuw aangepast en geoptimaliseerd. Je energieveld is beschermd en geoptimaliseerd. Kristallenbibliotheek lost stilletjes aan op, waardoor je weer in de ruimte bent waar je fysieke lichaam ligt of zit. Kom vervolgens terug in je lichaam en laat je vingers en tenen wiebelen. Zeg 3 keer in jezelf: ik ben gevolgd door je naam. Kom volledig terug in je volle bewustzijn en open je ogen wanneer je er klaar voor bent. Dankbaarheid voor deze transitie. Stuur licht en liefde naar de aarde en de lichtwezens die je bezitten. Geniet nog van het vredige gevoel. Je bent geliefd. Namaste.